Oké. Okay. Oh, daar ligt het. Oké, pas op, het komt naast toe. Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Knol Power! Hallo dames en heren, Tita Tovenaar komt weer in het land. En Tita Tovenaar staat ook in de krant. Geen idee, maar tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben samen met die ene van Loempia Power. Waar staat hij? Oh god. Ik kom er net achter dat mijn hersenen gewoon echt fucked up zijn. Fucked up? Toen jij begon te zingen, Tita Tovenaar, toen ging je in mijn hoofd, ging je een stem meezingen en zei, kom nu in je mondje. Ja. Gast. Ja, ik weet het. Mijn mind is fucked up. En je ziet er nu voor je dat een of andere tovenaar zo, abracadabra. Weet je, je ziet het toch wel voor je. Zal ik jou eens wat vertellen? Nou? Ik heb een hele toffe reactie die ik even in beeld wil laten komen. Oh, en die is van Jeffrey Jansen. Een mop. En de kijkers zien hem allemaal. Ik ben benieuwd of Colin dit weet. Een mop met een P of met een B? Met een P. Oké. Okay. Wat zegt de moordenaar van Colin? Samba bye? Babi bang bang! Hé, ik heb het niet bedacht, hè? Nee, dat is natuurlijk veel te hoog niveau voor jou. Dat zou je helemaal nooit kunnen zeggen. Ik vind hem wel geniaal. Colin, ik heb daarnaast nog een hele toffe reactie die ik ook even in beeld laten komen op het begin. Die is van Kaan Javus. Hoe? Kaan Javus. Enzo zegt klop klop. Oh, Enzo, jij moet zeggen klop klop. Oh ja, klop klop. Wie is daar? Daisy. Daisy wie? En Daisy Mirole. Die kende jij dus al. Oh. Ja, ik maak echt hele leuke grapjes helemaal. Maar die vond ik wel echt super tof. En nu heb ik een opdracht wat wij gaan doen. Als eerste ga ik trouwens even deze twee... ga ik meteen even een sign pakken voor de opdracht. Want ik ga alleen opdrachten opslaan daar. En die opdracht... Is dit trouwens een baby villager zombie? Oh, serieus? Ah, een baby villager zombie maakt niet uit. Zet het in de krant! Want... Mand! Ah, ik was op tijd. Erol... Ja, dat duurde heel even, maar deze reactie is van Erol Tan... Tan Riverdi. What? Ja, en... Ja, sound effect graag! Oh. Maak al je levels op, ga naar de Nether met iemand en doe een wedstrijdje van wie het meeste XP heeft, krijgt een taart aan het einde van de aflevering. Gast. Ik wil dus nu aan jou vragen van, Colin, durf jij deze challenge aan te nemen? Nee, ik bestel al meteen een taart dan. Ik ben level 2, welk level ben jij? 27. Ik heb gewoon een taart. 27. ik ga jou dan vermoorden. Dan heb jij 0... Wow, relax. Babi Pang Pang dood. Dan heb jij 0 levels. Jij mag mij vermoorden, heb ik 0 levels. Ah, en dan daarna gaan we de Nether in met een pickaxe, met torches, met eten. Allebei een enchanted golden apple. Die zou ik meteen even voor je pakken. Geen armor. En jawel, gewoon armor. Alleen gewoon level 0. Zullen we dat doen? Oké, moet ik wel even een chest hebben die leeg is, het liefste? Ja, hier is een ender chest. Sla mij alvast maar dood. Mijn ender chest natuurlijk... Oh, wacht. Oh, dat heb ik altijd een keer willen doen. Au. Yes! Wow. Using love. Ik heb het altijd een keer willen doen. Hey, maar het probleem is, zeg maar, is dat mijn ender chest ook vol zit. Oké, okay, ja, dan maak je even... kijk, wacht even. Dan doe ik even dit voor jou. En... Nou, hier in het midden staat een fucking random chest, dan kan je het in doen. Ja, dit staat allemaal in de chest. Holy shit, gast. Ja, maar dan moet je niet zomaar weggooien. Oh, wacht, ik ga dit even... Ja, relax. Oké, okay, ben je er klaar voor? Bijna? Ik wil meteen even die spullen nog oppakken. Even kijken. Deze hoef ik niet mee in ieder geval. Niet kijken, ik ga me uitkleden. Ik ben zo ontzettend benieuwd wie dit gaat winnen. Het is niet echt te voorspellen van die wint of die wint. We zijn gewoon allebei level 0. En het wordt een hele eerlijke wedstrijd. En in de tussentijd dat wij deze wedstrijd gaan doen... ga ik een hele leuke soort van Q&A okay, doen met Colin. Je mag me killen. Oh shit, ik heb een zombie gekillt. Dan ben ik level 1. Ja, valsspeler. Sorry.
Oké, nice. Oh, ik pak jouw levels op. Oh, ja, kut. Dat is dom. Ben jij een cheater? Ja, dat is dom. Nu ben ik level 7. Oké, wacht. Yes, ik kan mijn liefde killen. Vermoord mij maar weer, ja. Oké, en dan nu. Oh, niet de levels maar oppakken. Nee, ik ren weg. Oké, goed zo. Ik ren weg. Oké. Oh, daar ligt het. Oké, pas op, het komt naar ons toe. Ik kan ze halen! Waar je dat weg? Oké, nu gaan we weg. Oh shit, het komt naar me toe! Als het nu door de deur komt, het is echt creepy, gewoon. Oh. Hij kijkt je gewoon aan. Het lijkt wel een oogbal die naar je toe. Oh, pas op! Oké, ga via de andere kant naar binnen. Pak snel je spullen en we gaan. Oké? Oké, wel. Oké, kijk. Affirmative. Oh nee, komt hij ook naartoe! Fuck it, jij mag die voorsprong omdat je de nether haalt. Wow. Noem je mij nou gewoon noob? Waar is die dan? Hij zit op het hoekje, pas op! Waar op het hoekje? Oké, wel. Oh daar, hij komt over de chest heen! Pak het snel! Oké, moet ik het allemaal meenemen? Moet ik ook een zwaard meenemen of niet? Ja, tuurlijk, je mag alles meenemen, alleen geen levels. Oh. Snel! En in de tussentijd gaan we dus een Q&A doen. En die Q&A die heb ik ergens vandaag geplukt van internet. Even een check. Enchanted apple check. Goede pickaxe check. Eten check. Nou, en dat andere is niet dit check. Oké, kom op Colin. Je kan het, jongen. Oké, 44 brood. Helemaal prima. Nee, het is heel flush. Schiet nou alsjeblieft op, Colin. Oké. Oké, yes. We gaan. Oh. Ga met die banaan. Ga met die banaan. Hoi. Oh, waarom worden jouw achievements gewoon elke keer reset? Omdat dat stoer is of... Hey, dan mag ik deze killen. Yes, klein beetje XP. Ja, ik heb die XP helemaal niet opgepakt. Ik wil hem gewoon voor het eten hebben. Oeps. Oké, wow, ik hoef die XP niet, maar ik wil hem gewoon dood hebben. Alsjeblieft, oké, ik heb geen XP gepakt. Oké. Colin, we gaan van start. En in de tussentijd ga ik dus vragen stellen. We gaan van start in 3. Moeten we samen blijven of niet? Nee, je mag gewoon je eigen gang gaan, dat is het mooie van. Moet ik even de coördinaten opslaan. Oké. 3, 2... Wacht! Oh, dude! Dit is zo mooi, mensen. Colin kan hier niet tegen. Wacht, 0... Gast! Nee! Jammer dat ik jou niet zo kan duwen, net zoals een villager altijd doet. Zo. Wow, van binnen ben je geel. Ew. Oh, mooie coördinaten. Die heb ik hier trouwens ook liggen op mijn bureau op een papiertje. Oké, we gaan beginnen in 3, 2, 1, go! Oh, pam, 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 pam. Nu ben ik heel erg benieuwd wie er gaat winnen. En als jullie nou denken van nou Colin wint, zet het in de reacties als je denkt Enzo Knol wint, zet het ook in de reacties. En dan zullen jullie zien aan het einde van de aflevering wie er uiteindelijk gewonnen heeft. En tot hoever we gaan is heel simpel. Ik heb hier, ga je nou maar achterna? Nee. Ik heb hier rechts van mij heb ik nu mijn webcam opgenomen. En OBS, het programma waarmee ik opneem. En daar staat nu 8 minuten 30. Als we bij de 25 minuten zijn, dan stoppen we. Oké, even een ander dingetje. Ik was aan het denken, waarom ben je een taart? Een taart is best wel saai eigenlijk. Maar wat wil je dan doen als prijs? Nou, ik had je net een linkje gestuurd van iets. Oh, ja, dat vind ik ook goed. Ja, dat is fucking vet. Ja, dat was namelijk een... Ja, vertel jij het maar, want jij had een linkje gestuurd. Ja, nee, dat is leuk. Als het gewoon daar in een video in één keer dat je in één keer hebt zo... Wam! Ja, wil je het gewoon als verrassing? Ah, vind ik ook goed. Ja. Of niet. Het heeft iets te maken... Weet je wat, we geven nu een hint en dan daarna vertellen we alles. Oké, het heeft te maken met vliegen. Wow, ik was bijna dood. Ja, we zijn onlangs zijn we samen naar Frankrijk geweest, dus op zich, ja. We hebben dit ook echt super vaak gezien ook. Ja, heel erg vaak. Te vaak. Maar dat zijn goede hints die je geeft, inderdaad. Ja, nou, dan moet je de video weer opnieuw kijken. Krijg je reviews erbij. Sukkel. Dat doe je goed. Oké, hier beneden super veel kwart, die wil ik hebben. Okay. Ga verder words. Met jou, Q. Het ligt al lekker in de mond, moet ik zeggen. Kan ik mezelf hier naar beneden laten vallen? Fuck it! YOLO! Holy shit, wat een risico, maar het beloont, dames en heren. Check it out. Oké, Colin. Met de allereerste vraag. Hoe kom je aan je YouTube-naam? Iemand uit de tweede klas noemde mij een keer Colijn, maar hij schreef het met één O.
En toen wilde ik dat als YouTube kanaal aanmaken. Want vroeger had ik ineens van, hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga een YouTube kanaal beginnen. En toen was hij bezet. Dus toen heb ik hem met twee O's gepakt en alles in hoofdletters gezet. Oh. Die was nog niet bezet. Maar hoezo noemde hij jou eigenlijk Colijn? Want ik zou daar niet op komen als ik denk Colin. Ja, ik heb geen idee. Die gast was eigenlijk altijd stoned. Dus zoals zwaar aan de paddenhozen. Nee, maar die gast was serieus altijd stoned gewoon. Oh, serieus? Ja, dat was serieus. Dus iemand anders heeft eigenlijk jouw naam verzonnen en jij hebt hem geoptimaliseerd. Ik heb hem gejat. Ja, laat ik het gewoon zo zeggen. Laat ik gewoon eerlijk. Ik heb hem gewoon gejat. Oké, okay, ja, Colin heeft dus... een mooi verhaaltje lullen, maar ja. En wil je even een shout-out doen naar de jongen dan? Ja, shout-out naar Stone, de jongen uit mijn klas. Oh, je weet niet hoe die heet? Ja, hij heet Marijn. Marijn. Hij was heel erg geobsedeerd door Adolf Hitler ook, dat weet ik ook nog. Wat? Maar ja, daarom was hij zo altijd stoned. Die gast, die klopte gewoon niet. Oké, okay, duidelijk. En hoe ik aan mijn YouTube-naam kom, ja, lief dat je het vraagt, Colin, is eigenlijk ook heel erg simpel. Komt dat niet door Irma? Nee, dat komt niet door mijn moeder, nee. Ik werd eerst altijd Toto genoemd. Oh, ja, dat heb je al eens een keer verteld, het verhaal. Tenminste, aan mij heb je het verteld. Ja, volgens mij nog niet aan de kijkers. Het is namelijk zo, ik heb een broertje. Ja, eigenlijk officieel een halfbroertje, maar ik zie het gewoon als mijn eigen broertje. En dat, ja, halfbroertje is ook net zoals stiefvader, vind ik gewoon een kutwoord. Oh, ik weet nog hoe we bij dat onderwerp kwamen. En het is zo dat mijn broertje die was een keertje met mijn moeder onderweg naar huis. Mijn moeder had hem opgehaald van de crash. En mijn broertje die zat toen voorop bij mijn moeder op de fiets. En toen zei mijn moeder altijd onderweg gaan we nu naar huis toe? En Milan is thuis. En ja, Milan. En Enzo is thuis. Ja, Toto. En mijn moeder, hè? Wat? Naar wie gaan we toe? Toto, Toto. En toen noemde hij me altijd Toto. En niemand begreep waarom Toto. Echt, dat kon je nergens vandaan halen. Dus dat was super origineel van mijn broertje. Het is wel zo dat Toto is bekend van dat voetbal, van dat gokken of zo, weet je wel. Dat je de stand moet raden. Dat noemen ze een Toto. Ja, dat doen wij ook dan. Maar dan meestal doen we dat met eten en zo. Ah, oké. Maar voor de rest had ik nog nooit eerder van Toto gehoord. En dat was super origineel, maar op een gegeven moment, dat was het rare, toen kwam mijn broertje, Shanna, op een, of Shen moet ik eigenlijk zeggen, hij heet officieel Shanna, maar hij wil Shen genoemd worden, werd ik op een gegeven moment niet meer Toto genoemd, maar gewoon Enzo. En toen zei ik van, zeg maar Toto, zei hij, nee, Enzo. Toen wilde hij in één keer geen Toto meer zeggen. Alleen, ik weet wel dat mijn toen kreeg hij een claim van de copyright. Dat mocht je niet meer zeggen. Nee, maar toen weet ik nog heel goed dat op een gegeven moment wilde hij dat niet meer zeggen. En ik had wel mijn MSN, Toto93. Dat was mijn MSN. Van ja, mijn geboortedatum en gewoon de bijnaam van mijn broertje. En dat was super origineel. Maar hoe ik bij mijn YouTube-naam kwam, dat was eigenlijk de echte vraag. Oh, mijn god. Is eigenlijk ook heel simpel. In 2011 maakte ik een YouTube-kanaal aan. En ik had niet echt... Ik had niet... Oh, serieus? Ja, serieus. Ik had niet echt een game-naam of zo. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga lekker origineel doen. Ik doe gewoon mijn voornaam en achternaam. En toen uiteindelijk in 2013 op 8 juni zette ik mijn eerste video online. Daarvoor had ik wel aan Milan gevraagd van ja, zal ik wel Enzo Knol doen? Moet ik niet gewoon een andere naam of zo? Ook iets met... dagelijkse games of weet ik veel wat. En to Knol Games HD 427. Blazed. Maar toen zei mijn broer van nee, het is juist super leuk als je gewoon je eigen naam gebruikt. Want Milan die had dat ook op een kanaal, had gewoon zijn naam Milan Knol. En toen had ik daar mijn eerste video op gezet en het is eigenlijk altijd Enzo Knol gebleven. En het is zelfs heel erg grappig dat sommige mensen geloven niet dat ik Enzo Knol heet. Die denken dat het mijn artiestennaam is. En andere mensen die denken dat ik Enzo Knol aan elkaar vast heet. Dus die weten niet dat Enzo mijn voornaam is. Ik zal het gewoon bekennen, jongens. You heard it here first. Hij heet eigenlijk Frank. Holy shit. Frank Boontjes. Frank Boshaart. Frank wat? Frank Boshaart. Frank Boshaart? Borsthaar? Borsthaar, ja. Frank Borsthaar. Als jij als jij je zoon een random naam mag geven, dan heet die echt Pieter Sluis of zo. Wat? Ja, weet ik veel. Wat is mis met jou? Wat is met jou? Hoe zou jij je kind noemen?
Weet ik veel. Worstenbroodje. Nee, even serieus. Of gewoon, of als we toch gewoon bitch gewoon. Gewoon om die toekomstige schoonzoon plezier te doen. Kan je gewoon zeggen, hey bitch, ga eens bier halen. Oh my god, het gaat weer veel te ver. Het gaat te ver. Oké, de tweede vraag. Oh, of als jongensnaam, hou daar eens mee op. Hou daar eens mee op? Ja, dat zegt de meisje. Hey. Hou daar eens mee op. Ga eens buiten spelen, hou daar eens mee op. Vet verwarrend. Ja, maar dat is gewoon een soort, dan geef je gewoon een zin aan je kind. Als naam. Oh ja, gewoon echt iets super verwarrends. Gewoon van, ik loop in het bos, kom hier jij. Ja, what the fuck. Of zit. Zit, blijf staan! Zit hier blijven! Hey, zullen we even een korte tussen... Oh my god! Oh, holy fuck! Oh my god! Oh! Wow. Holy fuck! Dat was een soort mix shit. Van klaarkomen en vijf naakte vrouwen zien. Ja, dat doen we trouwens denken aan Zuid-Frankrijk. Grapje. Nee, er liepen wel heel veel vrouwen daar. En ook gewoon heel veel vrouwen die echt op zoek waren naar een of andere Hollywood acteur. Waar mensen dan konden daten en rijk worden. Yep. Dat idee had ik wel. En weet je hoe diggers heet dat. Ik wou net zeggen, weet je hoe je dat noemt? Gold diggers. Dat zijn vrouwen die zijn echt puur op zoek naar mannen die geld hebben. Zodat ze zelf niet hoeven te werken, maar wel lekker uit. Ja, het zijn zeg maar vrouwen met pickaxen. En die gaan dan zo diep graven. In hun eigen portemonnee eerst, hè. Om een beetje fatsoenlijk uit te zien. Ja. Om dan een gold te halen. Ja, ik heb hem niet verzonnen. Mooi uitgelegd in een Minecraft-term. Dankjewel. Nu begrijpt iedereen het, denk ik. Ja, jij vooral, hè? Ja, ik vooral. Hey, dat is het nummer, hè? Maar nu gaan we... nu gaan we even over op... Money. Oké. Op de andere de vraag van Q&A. Als je naam... Ja, deze hebben we al eerder beantwoord, volgens mij. Maar als je naam mocht veranderen, in welke naam zou dat dan zijn? Ja, dat heb ik toch al een keer verteld. Kunta Kinte. Wat? Weet je dat niet meer? Nee. Kunta Kinte? Wie weet het niet meer? Nee, dat weet ik serieus niet meer. Oh, zeker weten dat kijkers nu denken, oh ja, oh ja. Serieus? Ik heb zelfs een paar Twitter-accounts gezien die zichzelf Kunta Kinte hadden genoemd. Ja, echt waar? Waar staat het dan voor? Geen idee. Het klinkt wel een soort als van een Karate Kid naam of zo, van Don't Mess With It. Afrikaans. Ja, dat idee heb ik wel, zo. Dat idee heb ik wel. Oké, ja, duidelijk. Nee, leuk joh. Ja, ik zelf heb echt geen flauw idee. Dus verzinnen jullie maar wat leuks voor mij, kijkers. En dan ga ik het wel lezen in de reacties wat voor gekke naam jullie hebben bedacht voor mij. Zo'n naam? Even denken. Oeh, ver. Gewoon zo. Dat je gewoon ver knol heet. In plaats van ver knol. Maar eigenlijk knolt het weer. Dat het net... Dat het net niet klopt, zeg maar. Net niet, gewoon. Weet je, gewoon, dan staat gewoon jouw hele leven in het teken van net niet. Oh, wat een zuur leven heb je dan. Ben je geslaagd? Net niet. Hoe ging je sollicitatie? Heb je de baan? Net niet. En, ben je getrouwd? Net niet. Fucking hard, man. Oké, we gaan door naar de derde vraag. Als je... kon teruggaan in de tijd en je kon jezelf advies geven. Wat voor advies had je jezelf dan gegeven? Ga een YouTube-kanaal maken. Ja, serieus? Nee, dat advies heb ik al opgevolgd. Ja, goed verhaal trouwens. Ik zat een keer aan een bar en toen zag ik me... Holy shit, dat zou echt weird zijn. Wat? Tijd voor, nee, staat niemand zo naast je. Enzo, gebruik deze opname niet! Als je deze uploadt, raak je kanaal kwijt. Oh, dat zou ik... Zou ik dan uploaden of niet? Ja, als een of andere gek naar hem toe komt van... Enzo, die video's die je morgen upload, doe het niet. Nee, dat zou ik het gewoon uploaden. Eigenlijk moet iemand nu gewoon een mail sturen. Tenzij het een keiharde lookalike is van mij. Dan zou ik echt bang worden. Ben je nu met photoshoppen? Enzo, ik ben jou uit de toekomst. Kijk maar, ik heb een foto meegestuurd. Kijk, dit ben jij over 10 jaar. We zijn aan het chillen daar en daar. Nee, maar even serieus, wat voor advies zou je jezelf geven als je terug kon gaan in de tijd? Ik denk ik wel beter mijn best gedaan op de middelbare school. Ja, serieus? Ja, want ik heb me op HAVO heb ik me echt dood verveeld gewoon. Oh, dood verveeld? Dus geen eens misdragen, maar gewoon verveeld waardoor je niks deed ofzo? Of? Ja, precies. Dus echt maar, alles, mijn leven is gewoon easy. Je leven easy. Easy peasy. Oké, okay. Net zoals hoe je League of Legends speelt.
Nee, maar gewoon zeg maar, niet dat HAVO slecht is of zo. Echt een tegendeel. Want het is echt 30% van de bevolking of zo zit in HAVO of hoger. Oh, serieus? Ja, echt serieus. Nederlanders zijn best wel slim over het algemeen, geloof ik. Ja, over het algemeen. Maar je hoog opgeleid, daar... G! Hoger opgeleid. Je kan het geen eens zeggen, zo lastig heeft hij dat gemaakt. Ik kan het niet eens uitspreken. Ik kan het wel zeggen, maar ik kan het niet uitspreken. Shout-out. Ja, als je bij de hand gaat doen, dan geef mij het verkeerde telefoonnummer. Oh, originaliteit! Originaliteit, ja. Nee, maar even serieus. Wat voor advies had je zelf gegeven? Laatste kans. Ja, nee, serieus. Ik zou gewoon denk ik voor VWO gegaan zijn. Ja? Niet voor HAVO, ja. Oké, cool. Ja, ik denk... Nee! Ga je dood? Golden apple. Val je in de lava? Oeh, nee. Nee, ja, nee. God bless. Oh mijn god. Ik ben echt benieuwd welk level jij hebt. Ik ben echt heel erg benieuwd. Het wordt over 4 minuutjes en 10 seconden bekendgemaakt, dames en heren. En dan ook... Oh, en dit is nog even wel jackpot hoor, voor mij. Woe, snel. Heel blij met de golden apple dat je zei ik moest meenemen. Ja, dat is wel chill toch? Was je anders nu dood geweest? Nee. Nee. Ben je in de lava gevallen? Nee. Ja, echt wel. Jouw stem, jongen. Ik hoor het gewoon. Game is goed. Anyways, het advies wat ik mezelf had willen geven is begin niet met roken. Dat is heel erg simpel. Is het eigenlijk moeilijk om te stoppen? Het was voor mij denk ik minder moeilijk omdat ik echt merkte dat mijn gezondheid achteruit ging. Als mijn gezondheid niet achteruit ging en als ik nergens last van had, dan was ik ook gewoon door blijven roken, denk ik. Maar het is puur dat ik gewoon last kreeg van ademhaling en dat ik paniekaanvallen kreeg en dat ik gewoon, ja, zo dusdanig gefukt werd door het roken en dat ik gewoon weinig zuurstof kreeg. We hebben nog 10 seconden nu, dus ik moet even snel dit gaan minen. Ik me wel afvragen, hoe begin je eigenlijk aan zoiets? Bij mij was het, ik zal heel eerlijk zijn, echt puur gewoon stoer doen. En stop! Leg het erbij neer. Oké, ik ben gestopt. Oh shit, ik word aangevallen. Ik moet even een stukje gaan bouwen waar ik veilig kan staan. Oké, het is niet echt de meest comfortabele hut die ik hier heb gebouwd, maar hey, het is iets. Oké, cool. Ik ben wel... Ben jij boven de level 30, ja of nee? Nee. Jij? Nee, echt niet? Nee, ik ben echt niet boven level 30. Welk level ben jij? Level 30. Oh my god, ik ben level 34! Oh my god, heb je ook nog zombie pigmans liggen killen? Iets van 6 misschien. Dus okay, en de rest alleen maar nether quartz. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stacks nether quartz. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, maar jij hebt fortune denk ik. Ik heb alleen maar ik heb efficiëntie 5 gebruikt alleen. En geen fortune. Ja, ik heb efficiëntie 4, ik heb geen andere. Oh. Ja, maar kijk, dames en heren, dit betekent dat ik heb gewonnen en dat ik een hele vette bestuurbare helikopter krijg. Oh. Ik wou dat ding zo graag zelf hebben. Ja, daarom. Ik vind het best wel lullig, want Colin zei van... Oh, Enzo, misschien ga ik dit halen en nu win ik hem gewoon. Nou ja, eerlijk is eerlijk. Je krijgt gewoon toerust. Het klinkt echt heel alsof ik een prijzenshow zit. Hij krijgt een radiografisch bestuurbare helikopter toegestuurd. Woe! Yeah! Woe! Als jullie op maandag stemt, shout-out naar mijn homies. Dankjewel. Alleen jullie allemaal. En die niet op mij gestemd hadden, nu weten jullie op wie jullie de volgende keer wel moeten stemmen. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie het een vette opdracht. Shout-out naar alle mensen die reactie hebben achtergelaten. Check even het kanaal van Colin in de beschrijving. En ik check jullie morgen om 7 uur. Oh, nog één ding. Morgen ga ik iets vertellen wat nog niemand weet. Knol Power. Knol Power.